Yo mensen, Jiraski XL en welkom bij natuurlijk een nieuwe live complay hier op Call of Duty Black Ops 3. Nou, we gaan beginnen. Ondertussen gaan jullie straks wel even zien dat ik iedere keer van een wapen verander ofzo. Maar het komt omdat ik toch gewoon even geen zin meer in het wapen heb. En dan verander ik telkens van bijvoorbeeld CUDA, van K44 naar de CUDA, of van de CUDA naar de HVK30, of van de HVK30 naar de VMP bijvoorbeeld, of naar de Weevil, of naar de Shiva. Maakt allemaal niet uit, hoop ik voor jullie ook, dat het allemaal niet uitmaakt, maar zoals jullie weten ram alsjeblieft zo'n kaart op de like knop voor hoeveel likes er gaan. 1000 likes of zo. Als dat zou kunnen, zou het best wel tof zijn. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. En ik zie jullie als hij opgestart is. Tot zo jongens. Tot zo mensen. Yo mensen, hij is weer begonnen. Ik zit nu in de... Wat voor potje was het? Team Deathmatch potje. Waarom zie ik geen enemies op de minimap? Oh, nu zie ik ze. Ga die controller weer even lekker vervelend doen. Sorry jongens, ik doe even de controller uit. En mijn andere controller pakken. Want deze moet weer raar doen. En mijn camera weer even goed zetten. Die weer net iets doet. Ik zal het maar even niet zeggen. Want anders wordt die chode er even weer boos. Hoeveel sta ik? Eén en laatste. Maar het maakt niet uit, want ik word toch wel weer eerste, denk ik. Oh ja, voor de duidelijkheid, ik gebruik nu de CUDA voor nu. En ik denk straks dat ik weer ga overwisselen misschien. Welke score streaks gebruik ik? Care Package, Dart en Rave. En ik ben aan het spelen op de map Havoc. Ik vind het zelf heel leuk om Call of Duty filmpjes te maken. Gamefilmpjes. Ik heb nu nog geen gamekanaal volgens mij. Er staat bijvoorbeeld niet zoals bij Jiraski, Jiraski Gaming, maar gewoon Jiraski ikzelf. En dan is mijn ammo op. En dan ben ik weer bijna dood. Ik heb nog nooit een giant nut gehad. Ik hoop wel dat ik die krijg. Ooit. Maar ik heb PS3 zoals ik in het vorige filmpje ook heb gezegd. Ik heb nog een filmpje geüpload. Alleen, dat filmpje duurde te lang. Dus dan kon ik hem niet uploaden. Dus ik heb hem maar er vanaf gehaald. En ja. Weet je wat, doet er allemaal niet toe. Wacht, eigenlijk wel. Maar ja, wacht, staat die Yankee hier? Nee. Meen je toch niet? Weet je wat? Ik ga lekker van team verwisselen. En door mij gaat het team dan wel winnen. Heeft ons team dadelijk gewonnen? Door mij. Hoop ik. Denk ik, hoop ik. Het enige jammer is van dit spel. Is er dat er heel veel mensen zijn en er zijn te veel mensen gewoon letterlijk die aan het campen zijn. En campen, dat vind ik dus zo vervelend. Maar als je staat te campen, dan kan niemand je zien en dat is ook niet meer leuk voor anderen. Want dan staan ze iedere keer maar in een hoekje. Ze hebben gewoon letterlijk, lijken of als ze hun been hebben gebroken dat ze gewoon niet meer kunnen lopen. Dat ze maar in een hoekje gaan zitten. Dus zielig gaan ze in een hoekje zitten. En dan ziet niemand ze. En dan schiet ze helemaal verrot. Maar ja, kan ik zelf ook niks aan doen, die KI.
Kijk, twee mensen heb je gewoon. Daar kan ik zelf ook niks aan doen. Zelfs Jaroski heeft daar ook een hekel aan. Jaroski XL ook. En dat ben ik dus. Ik heb er zo een vieze hekel aan. Mensen die staan te campen. Ook heeft Jaroski wel een moetje campen dingen gemaakt. Die heb ik één keer gezien, maar ik heb hem zelf niet uitgeprobeerd. Oké, wacht, ik heb hem wel één keer. Voor mij heb ik hem wel één keer uitgeprobeerd. Met het wapen Shiva. Nee, geen Shiva, maar de Gordon. Ah, ik ben echt ook scheef. Voor mij zit er een stok op. Staat er een stok op? Zit een stok op? Ja, er staat wel een stok op. Oh, we staan achter. De team moet wel even dik gaan winnen. Zie je, door mijn schietskills sta ik gewoon één na eerste. Laten we het zo zeggen. Ook had ik mijn 6 kills gemaakt. God. Kom deze imbeziel gewoon even in mijn beeld staan. En met de sniper rifle staat hij me even kapot schieten. Wauw. Wat een verrassing zeg. Zit ze nog op een kussen? Ja. Oh, toch. Niet aan het zitten. Dus. Ik wil toch. God. Dat is niet van jou. Hoeveel mensen. Stop! Stop! Je laat mijn camera vallen! Laat me. Nu ga je potverdorie stoppen! Mama heeft net gebeld en vroeg of je sliep. Want dan zou ze misschien iets voor je meenemen. Heel misschien. Geintje. Zou niks meenemen. Maar ik ga er wel gewoon zeggen hoe vervelend je het doet. Eerst zou ik het niet zeggen, maar nu ga ik het wel zeggen. Krijg niks. Ja, ik krijg niks, dus te laat om te eten. Ja. Het moet suiker vanavond. Ja, nee. Je gaat niet meer eten. En als je iets wilt drinken, het enige wat je nog kan drinken is water. Maar ik kan wel op kinderen staan. Nee, maar dat ga je niet drinken, want dat is voor school. Maakt me niks uit. Ja, jou maakt niks uit, maar mama en mij en oompje wel. Sorry jongens, maar ik heb weer een zusje die net de idioot vervelend staat te doen. Zit te doen hier. Nee. Daar heb ik helemaal geen zak aan. Staat er dadelijk misschien een rave? Heb ik misschien. Ik hoop dat ik mijn rave bijna heb. Want dat kan ik denk ik niet zien. Ja, ik heb nu wel de skite. Skite. Helemaal, ik heb er allemaal skijt aan. Dus geen scheid, maar ik heb er gewoon skijt aan. Skijt. Warren. Dad. Hi. 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 Beest. Hi. Ben je hi? Hi. Stil. Hi. Van wat zeg je steeds hi? Omdat. Hi. Van wat zeg je steeds hi? Dat jij vervelend doet. Dus. Dit. Hey, raak me aan. Je gaat zien hoe je helemaal naar de andere kant van de wereld gaat vliegen. Niet. Kan niet. Kappen. Ik ben een filmpje aan het uploaden en dan kom jij weer net de idioot doen. Stoppen nu. Ampie. Nee. Kunt je even met Naya praten, want ze doet echt vervelend. Gewoon normaal. Gewoon normaal, Naya. Zie je, door jou kan ik ben ik dadelijk de mensen aan het teleurstellen. Teleurstellen.
Omdat jij alleen maar vervelend staat te doen om mijn filmpjes uit te verpesten. Dus kappen nu. Wat maakt het uit? Ja, omdat jij alleen maar gewoon egoïstisch bent. Ja, nee. Het maakt jou gewoon niks uit omdat je egoïstisch bent en niet aan anderen denkt. Mensen, als jullie denken ik ga met de vierjarige in discussie, sorry, maar het is gewoon zo irritant dat ik gewoon niet meer kan laten. Ik ben nog maar klein, hè? Moet jij vooral zeggen, de kleinste hier met grootste mond. Je bent de kleinste, maar je doet het grootste. Ik heb een kleine mond. En ik doe niet de grootste. Je bent de kleinste, maar je doet de grootste. Nou, zie je? Mijn shirt. Ga even weg, man. Dus bedankt dat je mijn hele filmpje hebt verpest. Sorry, mensen, hij gaat even pauze. Ja, sorry, mensen. Dus het is wel heel even vervelend doen, maar stop nu. Hoop ik. Denk ik. Ik heb nog één keer dat een magje. Dat je iedereen zeggen wat er is gebeurd op school. Op mijn school? Ja. Voor wat? Voor als je. Oké, de rave nu, roep ik in. Als we morgen gaan zeggen wat je gebeurt. Wat de hel? Dus je doet echt vervelend. Allemaal dingen doen wat ik niet leuk vind. En gisteren is heel erg vervelend. Super vervelend. Heel erg leuk. Mag je zeggen. Dwinkie! Mag je mijn hond maken? Rotvogel. Oh, je mag niet onze vogel. Rotvogel noemen. Is hij wel? Ja, dat is hij wel, maar. Waarom mag ik hem dan zo niet noemen als hij het wel is? Omdat het niet leuk is. En ik vind dat niet leuk. Voor mij wel. Nee. Ik vind het wel leuk. Nee. Dit was weer een Team Deathmatch potje, jongens. Hopelijk zie ik jullie de volgende keer. Anders, als je weet, kijk op die like knop. En abonneer. En dan zie ik jullie straks bij het volgende filmpje. Nou, dat zie ik jullie straks. Weer. Want ik ga weer zometeen weer een video uploaden. Doei doei. Dus doei doei. Later jongens. Bye bye mensen. Doei doei.